jongens, goedemiddag! Welkom bij weer een aflevering van Victor Vleugel. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Hé jongens, gezellig. Kijk, we gaan een kaarttruc doen. Die kan je heel makkelijk ook thuis doen. Het is een super makkelijke truc, maar als je hem laat zien, dan denk je, hoe doet hij dat nou weer? Moet je opletten. Vier azen, die zitten altijd in een kaartspel, hè? Dat klopt, hè? Oké, ik ga de drie kaarten bovenop leggen. Zo. Hoppakee. En die andere heb je weer niet nodig. Die stop je gewoon in je zak. Dus, ik doe de aas, die leg je er bovenop. De aas, die leg je er bovenop. Die aas, die leg je daar bovenop. En die leg je daar bovenop. Dan maak je het allemaal bovenop elkaar. Zo. En dan mag jij een stapeltje eraf halen. Ja, en dan leg ik dit stapeltje er bovenop. En mag jij een stapeltje eraf halen. Ja. Doen we die er bovenop. Oké, nog één keertje. Mag ik nog een stapeltje eraf halen? Dan leggen we dit stapeltje er bovenop. Nou, moet je opletten. Dan gaan we de kaarten. Oké, ik heb er weer vier stapeltjes van gemaakt. Dan mag jij drie stapeltjes aanwijzen. Die drie, weet je het zeker? Je mag nog wisselen. Als je denkt van nou, ik heb toch liever die drie. Nee, of ik heb toch liever 1, 2, 3 of zo. He? Weet je het zeker? Ja. Oké, dan hoef je niet te twijfelen. Dan gaat dit stapeltje, doe niet meer mee. Dan mag je twee stapeltjes aanwijzen. Die? Die weg. Die weg? Nee, gaan die twee. Die gaan. Oké, gaan die twee weg, hè? Welke zei je nee, nou? Nee, ik zei deze en deze. Die en die. Ja. Weet je het heel zeker? Ja. Deze en deze? Ja. Of deze en deze? Nee, deze en deze. Oh, jij maakt het me heel moeilijk. Jij maakt het me wel heel moeilijk. Nou, weet je wat? Dan doen we deze twee. Deze en deze? Ja. Oké, nee, dan doen we deze weg. Ja? Eerlijk, hè? Deze. Gaan we wel eerlijk, hè? Ja. Ik doe het eerlijk, toch? Oké. Nou, gaan we welke? Welke gaan we nou doen? Die. Dan gaat die weg, hè? En dat zijn dan de vier azen. Hé! Hey, zal ik hem verklappen? Ik ga hem verklappen. Maar dan moeten jullie wel nu afspreken. We gaan het tegen niemand vertellen. Oké? Okay? Afgesproken? Oké, let op. Ik ga jullie een heel geheim, stiekem geheimje verklappen. Ik heb namelijk aan de achterkant van die vier azen, als je heel goed kijkt, dan moet je met de camera goed kijken, heb ik een heel klein potloodstreepje gezet. Waar? Zie je dat? Nee. Hier, zie je het potloodstreepje? Hier? Zie je een potloodstreepje? Ja, je moet echt goed kijken hoor. Heel klein potloodstreepje, hier zie je hem ook. En hier in de hoek zit hij ook. Zie je dat? Ja. Nou, als je die vier A's zo neerlegt en je legt de drie kaartjes bovenop, dan werkt die truc altijd. Hij werkt altijd. Want kijk, als je ze boven elkaar legt. Zo. Dan is als ik ze zo neerleg, 1, 2, 3, dan is dit een? Ja. Dat is een aas, hè? Wil je even controleren of dat een aas is? Oh, je telt ja? gewoon. Oké, dat is een aas. Dan gaan we even verder. 1, 2, 3, en dit is een aas. Ja. 1, 2, 3, en dit is een aas. 1, 2, 3, en dit is een aas. Nou, dit zijn de azen. En dit zijn alle verschillende kaarten, hè? Ja, maar als ik nou met mijn vingers knip, en ik doe zo, dan zijn dit de verschillende kaarten. En dan zijn dit de azen. Hey. Dat is grappig. Dat is leuk. Ik lig constant in de deuk. Dat is lachen. Weet je hoe die werkt? Op het moment als ik aan hem vraag, is dit een aas? Hebben jullie zeker niet gezien wat ik toen deed? Dus jullie zitten ook weer niet op te letten. Hè? Want Victor Vleugel neemt jullie allemaal in de maling. Kijk, ik ga het even uitleggen. Dit zijn de vier azen. Je legt ze neer. Pak je alle kaartjes. Zo. Vier aasjes zo. Dan leg je de drie bovenop. Maakt niet uit. Oké. En dan maak je de stapeltjes van. Zo. Dus. 1, 2, 3. En dit is een aas, hè? En dan vraag ik aan hem. Wil je even controleren of dat een aas is? Dan zeg hij, ja, wil ik wel even controleren. Toch net gezien. Dan draait hij die kaart op. Draai maar om. Om te kijken. En jullie zagen bijna weer niet wat ik gedaan heb, hè?
Oh, hij zet de kaart onder. De bovenste kaart, terwijl hij kijkt, doe ik snel de bovenste kaart eronder. Alleen maar de bovenste kaart eronder. Als ik nu verder ga. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En als ik deze laat ik zien, dat is een aas, die heeft hij gecontroleerd. En dit waren de willekeurige kaarten. Als ik ze dan omdraai en ik knip met mijn vingers, dan zijn dit de verschillende kaarten. En dit zijn mag de azen. Mag ik hem een keer doen? Goed hè? Really? Oké, jongens, bedankt voor het kijken. Hij gaat hem nu nog eventjes een keertje doen. Maar dat gaan we een ander keertje laten zien. Hey, de groeten van Victor Vleugel. Doei doei!